Omdat ik vandaag diverse afspraken had, kon ik niet mijn normale route lopen. Wel had ik tijd om tussen de afspraken door op andere plekken dan normaal zwerfafval op te ruimen. Nou, dat merk je wel. Als je op plekken komt waar niet frequent iemand loopt om zwerfafval op te rapen, zijn de hoeveelheden behoorlijk groot en heb je, voordat je het weet, een vuilniszak vol met het welbekende spul. Maar er breken goede tijden aan, want het is wintertijd. En wintertijd betekent winter. En winter betekent slechte weer. En met slechte weer zitten er minder scholieren op de fiets, gaan mensen minder wandelen, gaan de vissers naar binnen en gaan de mensen met de bus. En als er minder mensen buiten zijn, wordt er minder weggegooid en is er dus minder zwerfafval in de berm. Heel ironisch, maar de winter is dus een goede tijd voor de zwerfafvalraper, want dan kan hij wat rustiger aandoen en zich voorbereiden op het voorjaar als iedereen weer naar buiten gaat en de afvalhoeveelheid vast en zeker weer zal toenemen.